Doe niets waarbij men een grote groep van mensen naar Amsterdam moet. Dat kunt u die mensen niet aandoen. U veroorzaakt hartinfarcten. U veroorzaakt verkeersongelukken. U moet het gewoon niet doen. Een kutstad die op zijn retour is. Het is awesome. Kunt u mij horen? Ik had dus van de week een enorme scheur hier in die vooruit zitten. Echt van beneden helemaal tot boven. En die vogelpoep die zat er ook nog op. Maar je ziet, ik heb een totaal nieuwe vooruit. Ja, zie je aan dat het soms nuttig is om dingen niet te doen. Dat je het probleem zichzelf oplost, als het ware. En ik moet wat kost zo'n nieuwe ruit trouwens? Ik heb geen idee, dat doet de verzekering. Oh. Je bent wel verzekerd. Okay, volgens mij, wat ik op de rekening zag staan, kost zo'n nieuwe ruit ruim €500. God almachtig, wat een prijs, ja. Zeg. En ik moet wel zeggen, super service, ik zal de naam niet noemen, maar er was één partij die kon meteen aan de slag. Ik heb ook garages gebeld, die zeiden, nee, je moet tot augustus wachten. Tot dan, augustus wachten dan kan het nieuwe vooruit. Ja. Dat is ook wel vrij komisch. Ja. Zo. Het is een lekker koud blikje. Ja, het is uit de ijskast. Het is een beetje het laatste blikje, geloof ik. Oh, dan moeten we even een nieuwe bestellen. Ja, dat moeten we zeker. Zo. Nou, dan vertel maar eens over jouw week al in verkeersopzichten. Ja, het was een dolle week. Ik begon ermee dat ik woensdag een lezing moest houden. En donderdag. In Felix Meritus in ja. Amsterdam. Ja, jij was er ook zijdelings bij betrokken. En eerst vonden die lui die moesten, die wilden die taxi al heel vroeg laten komen. Om 11:30 en om 1:00 begon het. Het begon om 1:00, ik denk dat ze al een beetje overdreven. Achteraf bleken zij eigenlijk op dat punt, op het taxipunt, wel gelijk te hebben. Want uiteindelijk stond ik, ze hadden gezegd, nee, 1:00, daar begonnen ze niet aan. Die taxi kwam om 11:30. Half twaalf, ja. Sorry. Dus ik zat braaf te wachten om 11:30, maar geen taxi. Toen heb jij nog gebeld en uiteindelijk kwam er een taxi, maar dat was al tegen 12:00. Nou ja, wij naar Amsterdam. Maar wat bleek vervolgens? Dat Amsterdam, ja, het is niet eens meer dat je kunt zeggen dat het in Amsterdam druk is. Ik zou zeggen, het is een totaal onoverzichtelijke, totaal hopeloze chaos. Dat lijkt mij de beste beschrijving. Want wij bleken via een volkomen geschifte route moesten wij richting, Felix Meert is dus op het Keizersgracht, moesten wij richting Keizersgracht. Ten slotte hebben we een klein stukje kunnen rijden op de Keizersgracht. Na een hele ingewikkelde omweg. En nou ja, op een goed moment keken we naar voren en daar stonden van die pilonnetjes. Ook de Keizersgracht was afgezet. Waarom was niet duidelijk, maar het was afgezet. Voor de rest waren eigenlijk alle hoofdwegen in Amsterdam ook afgezet. Dus de Stadhouderskade was afgezet. En er waren overal knippen in aangebracht. Nou, ik weet niet wat voor afschuwelijke dingen er niet waren gebeurd. Dus ja, daar stond ik. Toch nog steeds ruim een kilometer vanaf de ingang van Felix Meritjes. Dus ik heb in het warme weer en met mijn gebrekkige mobiliteit heb ik vrij fors door moeten stappen om ongeveer 1 minuut voor 1. Let op, 1 minuut voor 1 kwam ik binnen. Nou, je begrijpt dat ik wel enorm verontwaardigd was over deze hele gang zaken. Wat een klote stad is het toch. Ja, ik wou natuurlijk zeggen, we hadden een kutstad, maar dat mag je niet zeggen. Dat natuurlijk heb je wel op het podium daar gezegd. Ja, heb ik dat daar? Oh. Ja, want we kunnen de opname wel even laten horen, want die mochten we gebruiken als podcast. Oh. We waren ook even onzeker of onze eerste spreker het zou redden op tijd. Maar hij is gekomen, ondanks alle verkeersbelemmeringen in Amsterdam. Ik zal zo een kort overzicht geven van mijn lijden. Maar misschien kan ik al meteen zeggen, u bent allemaal investeerders, investeer niet in Amsterdam. Een kutstad die op zijn retour is. Goed. Ik had nog een hele rietel, die wilde ik afsteken. Maar dat zou ik niet doen. Nee. Ik mocht hier een half uur. Ik wil u toch even welkom heten in Felix Meritus op het Pensioenpro Jaarcongres. Mijn naam is André de Vos en ik ga samen met mijn collega's proberen deze middag verder in goede banen te leiden. Onze eerste spreker heeft zich al min of meer zelf geïntroduceerd. Welkom Maarten van Rossum, hoogleraar Emeritus, nee, bekende dat ben ik al lang niet meer. Dat is ook zo'n verwarring.
Niet waar, je bent hoogleraar en dan raak je met pensioen en dan ben je in enige tijd met verdiend emeritaat. En dan heb je alle rechten en plichten aan het ambt verbonden, die heb je nog. Dat duurt 5 jaar en dan stopt het. Oh, dan ben je geen... Dat oh, dat is... alle ex-hoogleraren, niet waar, tot de dood erop volgt en eventueel ook in de hemel hun titel blijven voeren, is gewoon ijdele onzin. Oké. Ik heb u niet gevraagd... Het is een doodgewoon baantje. Bovendien, de professorstitel is niet wettelijk beschermd. Ik geloof wel dat je jezelf geen hoogleraar mag noemen als je het niet bent. Maar ik ben het dus niet meer. Niet meer, nee, dat was me duidelijk. Nee. Maar ik wist niet dat er een termijn van 5 jaar aan het emeritaat... Ja, dat staat keurig in de wet. Ja. Je moest eens weten wat er allemaal in de wet staat. Nou, u heeft de wet toekomstpensioenen niet bestudeerd en daar heb ik u ook niet voor gevraagd. Nee. Maar ik heb u gevraagd... Dat is verstandig, want ik heb daar een hele negatieve kijk op in die zin dat het ongetwijfeld noodzakelijk was een nieuw pensioensysteem te introduceren. Maar om dat te verbinden met een omvangrijk administratieve afwikkeling, niet waar, dat is in Nederland niet verstandig. He, want u begrijpt dat dit gewoon een crisis in de maak is. Zeker zolang Rutte er zit, is het een crisis in de maak. Ja. Ik had hier staan dat u geen verstand van pensioen had. Maar... Waarschijnlijk heeft hij de schriftelijke excuses al klaar liggen. He, sorry jongens, het is mislukt. Maar ja, u weet, mijn schuld is het niet. Ik was er helemaal niet bij. Het is door andere mensen bedacht. Nou, enzovoort. Dacht u dan werkelijk dat die afwikkeling van die pensioenwet, die nog noodzakelijk is, dat die in goede banen en vlot zou verlopen? Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ik wilde u vragen, waar we natuurlijk te maken hebben, zijn nog wat ontwikkelingen in de wereldpolitiek. En dat is wel uw terrein. Ja, ook uw terrein, sorry. Mijn terrein, ja. En wij zouden het erg op prijs stellen als u uw licht had laten schijnen over wat er aan de hand is in Oekraïne, in China en waar we naartoe gaan. Ja, en het lollige is, daarvoor heb ik nu al minder dan een half uur. Namelijk, om precies te zijn, 25 minuten. Nee, u heeft 30 minuten, hoor. Inclusief de vragen aan het eind. En u begrijpt dat ik ook fysiek volledig uitgeput ben, aangezien de taxi mij alweer ruim een half uur geleden eruit gezet heeft, omdat de Keizersgracht is afgezet. Ik hoop niet dat u ook op een of andere manier mobiel ergens heen moet aan het eind van de dag. Want als ik u was, zou ik nu vast een hotel boeken. Je komt er niet meer uit. Ik heb al heel lang een onbeschrijfelijke hekel aan Amsterdam. Een van de meest chaotische steden die ik ken. En dat heeft Amsterdam vandaag ook weer volledig waargemaakt. Wat een klote stad, hè. Wat een pretentieuze, irritante klote stad. En waarom je dan hier in dit gebouw zoiets houdt, dat is mij een raadsel. Er zijn tal van comfortabele zalen met ruime parkeermogelijkheden buiten de stad. Ja, dat is niet deftig, dat is niet aan die stomme Keizersgracht. Maar het is voor degene die moeten spreken en daar naartoe moeten wel verdomd handig. Hè? Boek het gewoon bij Van der Valk. Het wordt genoteerd. Ja. Van der Valk, ja, die is waarschijnlijk niet deftig genoeg voor Amsterdam. Maar goed, ik heb nu nog weer een minuut minder. Ja, nou, zo begon die lezing dus van de week. Mensen die het hele verhaal willen luisteren, moeten maar even de link in de show notes checken. Ik excuseer mij dat ik dit allemaal gezegd heb, maar het is werkelijk. Amsterdam wil toch ook de binnenstad autoluw maken, begrijp ik? Nou, dan zijn ze al zeer ver op weg met dit magistrale project, want uiteindelijk zul je dus de binnenstad van Amsterdam niet meer kunnen bereiken. Ik zou iedereen die in de komende jaren, wat mij betreft, een lezingje of een congresje wil houden met lezingen, doe dat niet in de binnenstad van Amsterdam. Want het betekent dat voor al iedereen die, laten we zeggen, niet vlot ter been is of toevallig in de buurt woont of hoe dan ook geïnteresseerd is in die chaos die ze daar georganiseerd hebben. Niet waar? Daarvoor is het een ondoenlijke zaak. Dus ik zou zeggen, huur gewoon ergens op een industrieterrein of bij een grote Van der Valk. Sorry de reclame, maar goed, ik heb dat er wel voor over. In ieder geval een locatie waar je dus ook daadwerkelijk gewoon normaal op tijd kunt komen. En niet zo eens in Amsterdam waar je dus, want normaal is dit een ritje, als het niet druk is, van een half uurtje en dan ben je er. We hebben dus anderhalf uur hebben we erover gedaan. Nou, dat is wel 3 kwartier naar Amsterdam vanuit Utrecht.
Ja, nou goed, dan is het nog twee keer zo lang als het normaal is vanwege Amsterdam. Maar wat betreft auto lul maken, prima. Ik zou zeggen, doe nog, zet nog een paar stappen, dan komt er gewoon niemand meer met een auto naar Amsterdam. En dan is het doel bereikt. En ja, of de mensen die daar een zaak drijven van welke aard dan ook dat op prijs stellen, dat is natuurlijk wel een hele interessante vraag. En dan is er natuurlijk nog een ander punt. Je weet het, maar je bent toch verrast dat in die hele binnenstad ook en in de randen van de binnenstad dus een onoverzienbare massa van toeristen rondslentert. Want veel vaart zit er niet in. Het is, ze zijn ook nauwelijks te passeren. Je staat steeds op zo'n kruispunt en dan trekken ze dan voorbij, niet waar? Als zieke zebra's. Het is werkelijk van een treur. Wat dat is het met die stad mis? Wat is gewoon, het is gewoon diep triest. Ik kan het niet anders zeggen. Het is een diep trieste vertoning. Dat je in feite je eigen binnenstad naar de kloten helpt. Dat moet toch beter te organiseren zijn dan deze chaos die ze daar gecreëerd hebben. Wel nu, de volgende dag. Wacht even, want jij liep dus op die Keizersgracht. En jij belde me ook nog een paar keer woedend. Dat je daar in die hitte natuurlijk liep. En je kon het nummer ook niet vinden. Maar was het nou zo dat de taxichauffeur jou eruit had gegooid? Of had jij gezegd dat loopt? Nou, de taxichauffeur, ik zei, ik kan niet verder. En ook dat dingetje, dat GPS-systeem. Dat liet een soort route zien. Waarbij je uiteindelijk door via Ozaan, geloof ik, naar Felix Meritus moest zien te komen. Dus ik dacht, ja, het was toen nog. Het zal het geweest zijn. Nog een stief kwartiertje of zo, 20 minuutjes misschien. Dus ik ben bij me gaan lopen, ja, in wanhoop. Omdat ik dacht, ik haal dit van mijn leven niet. Toen bleek bovendien nog een verkeerd nummer te hebben. Het was 3-24, ik dacht 3-23. Dus ik was aan de verkeerde kant. Nou, het is echt. Wat een stad, wat een chaos. Wat een trieste mislukking eigenlijk. Anders kun je het niet noemen. Ik kreeg wel nog een compliment van de dagvoorzitter, waar je ook een uitgebreid voorgesprek mee hebt gehad. Want die vond het goed dat je dus ondanks die ellende toch ter zake op het podium meteen je verhaal deed. Ja, ik dacht, ik kan beter meteen starten. Hè? Want ik had maar een half uurtje, zoals je weet. Ja, dat is ook zo interessant. Ik had met de voorzitter een eindeloos gesprek. En tenslotte zei hij op ik wil niet zeggen op komische toon, maar toch op lichte toon zijn. Ja, u heeft een half uurtje. Ik denk, God, als we er al een drie kwartier aan de telefoon over kunnen lullen, waarom krijg ik dan een half uurtje inclusief vragen uit de zaal? Waren er veel vragen? Die waren er niet, dus dat scheelde wel. Ik ben nog 5 minuten uitgelopen of zo. Maar oké, wat ik wou zeggen, heb ik tenslotte ook gezegd. En toen moest ik weer terug. Ja, dan ben je dus weer opnieuw de klos. Die taxi die was al volledig verzenuwd. Die was er wel in geslaagd om daarvoor te komen. Maar die was blijven wachten wel. Ja, die was natuurlijk bang dat hij meteen een bon zou krijgen. Want ja, je mag met die auto's, je mag je ouders met een auto vertonen daar. Dus ja, toen was ik uiteindelijk, nou ja, dat heeft weer ruim een uur geduurd. En vrijdag moest ik weer naar Amsterdam voor opnames met Emma Wortelboer. En daarvoor moest ik naar de baasjes. En toen we waren verrassend vroeg klaar, dus ik denk, ha, 3 uur, ik ben klaar. Met een half uurtje ben ik in Utrecht, kan nog lekker even wat lezen of werken. Wat is dat geweldig. Mag jij raden hoe lang ik erover heb gedaan? 4 uur. Nou, zo erg is het nou ook weer niet. Maar tenslotte was ik 3 uur klaar, 4 uur. Ik was iets over 4:30 was ik terug in Utrecht. 1,5 uur weer. Ja. Want het begon er al mee dat de A10 dicht zat. Ik dacht, nou ja, die A10, dat zou toch om 3 uur 's middags, en het was geen donderdag, maar vrijdag. Maar ook de A10 zat totaal dicht. Ik moet zeggen, degene die mij wegbracht had daar nog wel een handige vondst op. Maar vervolgens, tot mijn verrassing, zat de A2 ook vast. Het is, en dan vertel jij, want daar begon je er net mee, dat iedereen tegenwoordig thuis werkt. Daar is niets van te merken. Wat mijn vermoeden is dat ze in de auto werken. Dat kan haast niet anders. Dat wij ook doen. Wij werken ook in de auto. Ja, wij werken in de auto. Ja, maar gelukkig wel op plekken waar je niet zo enorm lang over hoeft te doen om daar te komen. Maar wat een chaos in dat, zeg maar rustig West-Nederland. En wat alles, je moet je voorstellen dat alles wat je doet in Amsterdam of daar in de buurt, kost je dus een uur extra. Een uur extra heen. En een uur extra terug. Ik heb daar dus een heel bescheiden lezingje gehouden. Van precies een half uur. Nou, plus 5 minuten geloof ik. En wat ben ik tenslotte in tijd kwijt? 2 keer 1,5 uur. Ja, dat is toch absurd?
Mensen organiseren. En welke idioot organiseert nou iets in het centrum van Amsterdam? Wel de laatste plaats in Nederland waar je iets moet organiseren. Mag ik daarvoor pleiten? Ik ben bereid gratis adviezen te verstrekken aan mensen die een conferentietje willen houden. Niet in Amsterdam. Ook niet wat mij betreft in Rotterdam. Zelfde problemen. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Je kunt er wat beter in boven Karspel iets doen. Kun je gewoon je auto neerzetten, ruime parkeergelegenheden, zaaltjes genoeg. Voor de mensen uit Amsterdam is het natuurlijk fijn dat het in Amsterdam is, maar ik denk dat die bezoekers, dat allemaal pensioenmensen. Er zit een volle zaal met mensen, die zullen toch niet allemaal uit Amsterdam nee, komen? Nee, denk ik niet, een deel. Maar eerst hebben ze dus waarschijnlijk aan godsmoeite moeten doen om dat stomme ding geparkeerd te krijgen in Amsterdam. Daar heb ik ook hele slechte ervaringen mee, volle parkeergarages. Nee, Amsterdam, joh. Amsterdam prijst zichzelf op sublieme wijze uit de markt. Hè. Amsterdam is een van die steden die op een tragische, want ik geloof dat het wel tragische wijze slachtoffer worden van hun eigen succes. Die vreselijke stroom van die toeristen, van die traag. Het zijn niet eens die beesten die je op de Afrikaanse savanne ziet. Hè. Die hebben er vaak nog wat tempo in zitten, maar dit sleept zich traag. Voert door de straten, over de pleinen. Overal waar iets te vreten is, bestellen ze iets te eten. Ze lopen voor de helft allemaal wat te eten. Het is niet om aan te zien. Vreselijk gewoon. Waarschijnlijk zal ik nooit meer naar het Rijksmuseum kunnen. Ja, dan zullen mensen zeggen, maar waar wind je over op? Ja, ik wind me op over het feit dat ik 3 uur nodig heb. Niet waar, om een lezing van 1,5 uur in Amsterdam te houden. Daar wind ik mij over op, ja. En wat vind je van de sfeer op Felix Meert? Het is wel een mooi pand. Prachtig pand, prachtig opgeknapt, daar gaat niks aan af. Zonder meer. Aan het pand is niks mis. Maar goed, je moet er eerst zien te komen, ja, dat is het hem eigenlijk. Ja, dat is waar. Het is een onmogelijke toestand. En er zijn in Nederland massa's vergadergelegenheden die makkelijker te bereiken zijn. Denkt u vooral dus aan de deelnemers. Niet aan uw fijne, mooie locatie die deftig staat op papier met een plaatje erbij. Nee, het gaat erom dat de deelnemers aan uw conferentie, dat die vlot en zonder al te grote hindernissen daar naartoe kunnen rijden, hun auto kunnen parkeren en dan binnen de 5 minuten gewoon in uw zaaltje zijn. Daar gaat het om. Ja, ja. Het is gewoon een kwestie van efficiency. Ondanks dat je het niet fijn vindt, zou je nog met de trein kunnen gaan? Zou je nog kunnen overwegen? Met de trein. Op zo'n warme dag. In die waanzinnige toeristenmassa. Die zich daar samen gebald heeft in die arme stad. Ik was gedacht, mijn broer die altijd zei van Erik, vertrek hier. Maar hij is natuurlijk terecht vertrokken. En volkomen terecht vertrokken. Vroeger ging het nog wel, maar dit is natuurlijk een vorm van waanzin. Zijn we gearriveerd. Denk je niet dat je met de trein sneller bent? Nee, ik denk niet dat ik met de trein sneller ben. Want dan moet ik eerst hier op lijn 8 stappen. En met lijn 8 naar het station, dat duurt een klein 1/2 uur. Kan ik je verzekeren? Nee, zo lang toch niet? Dan ben je 10 minuten. Nee, helemaal niet. 10 minuten. Met lijn 8, je moet bijna in het centrum. Je zit bijna op het station. Nee, maar heb je wel gezien hoe die naar het centrum moet? Dat is 20 minuten minimaal. Dan kom ik aan de verkeerde kant van het station. Dan moet ik 800 meter lopen naar de perrons waar de trein naar Amsterdam vertrekt. Dan moet ik naar Amsterdam met de trein als de trein rijdt. Als de trein op tijd rijdt. Allemaal zeer, zeer de vraag in Nederland in toenemende mate. Kom ik aan op het Centraal Station in Amsterdam waar het een gigantische onoverzichtelijke drukte is. En dan zou ik moeten gaan wandelen naar Felix Meritus. Ja, want ik zie dat met de tram niet zo zitten richting de Keizersgracht. Dus die valt ook wel af, die optie. Ja, dus je bent minimaal. Je moet natuurlijk overal marges nemen met het OV. Ben je minimaal natuurlijk precies evenveel tijd kwijt als ik nu ook kwijt was. Dat is het grote voordeel van de auto. Ik heb het vaak uitgelegd. Het is niet bonton om het daarover te hebben. Maar de kwestie is dat je met het OV altijd 2 keer zoveel tijd kwijt bent als met de auto. Behalve, niet waar, als je in de gruwel van Amsterdam terechtkomt. Alles is daar afgesloten. Joh, verschrikkelijk. Hoe lang moeten we hier nog over doorzeuren? Vind je het spannend in Bussum vind je beter? Want daar waren we maandag. Vind je een betere plek? Nou, het spannend had een grote voordeel natuurlijk dat ik opgehaald werd en teruggebracht werd.
En dat, voor zover mijn herinnering strekt, waren er geen oponthoud. Er was geen files of subfiles of zo. Dus ik ben daar gewoon afgezet. Ja, wat de brengers en de halers met hun auto hebben gedaan, dat weet ik ook niet natuurlijk. Nee, ook... Mijn indruk was dat er een heel ruim parkeerterrein was. Ja, dat klopt. Maar je hebt het in Amsterdam ook gebracht. Ja, door een taxi die niet verder kon. Die man was van de beste wil, maar ja, hij was ook al volledig verzenuwd geraakt natuurlijk. Dat kon ik me ook wel enigszins voorstellen. Joh. Dat hele GPS-systeem was totaal verzenuwd geraakt. Joh. Het is jammer dat ik had natuurlijk een fotootje moeten maken van die volkomen krankzinnige routes die we moesten rijden om überhaupt op die Keizersgracht te komen. En wat heb je in de baarsjes verteld? Nee, in de baarsjes gingen wij opname maken voor dat programma. Bij een gelegenheid waarbij mensen in een bak met ijs zijn gaan zitten, moesten gaan zitten. En nou ja, je begrijpt dat ik niet in een bak met ijs ben gaan zitten. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. En we hebben dat waargenomen. Ik kan daar niet te veel uit privacyoverwegingen van die arme mensen die daar in die ijsbakken gingen zitten, al te veel over vertellen. Maar goed, iedereen beweerde daar dat het therapeutische werking had. Leek mij niet zo verschrikkelijk waarschijnlijk. Maar ja, je weet zelf dat als je erin gelooft dat het therapeutische werking heeft. Dus net als met bidden, dat helpt geen kloot. Behalve als je erin gelooft, want dan helpt het wel. Dat is het eigenaardige van de zaak. Dat de mens enorm goed gelovig is in allerlei opzichten. Maar waar zou dat goed voor zijn dan, die ijsbak? Nou, je hoort het. Eerst moet je namelijk een hele tijd op de grond liggen. Dan moet je ademhalingsoefeningen doen. Ga diep ademhalen. En dan weer uit. Zo op die manier dan de hele tijd achter elkaar. En als je dan de hele zaak op orde hebt met de ademhaling, dan mag je in die ijsbak gaan zitten. En Emma heeft niet meegedaan? Ja, die is er ook in gaan zitten. Jazeker. Ja, die staat voor niks. Dat moet ik zeggen, die staat voor niks. Ja, aangezien ik in al geen enkel opzicht leid aan de kwalen die mensen klaarblijkelijk hebben om zich te onderwerpen aan dergelijke therapieën. En leek er voor mij geen reden om dat te doen. Nog afgezien geloof ik dat mensen die last en die hartklachten hebben, moeten vooral niet zich onderwerpen aan situaties waar plotseling de temperatuur verlaagd of verhoogd wordt. Ja, dus je hebt je behoorlijk opgewonden afgelopen week. Ja, wat dat betreft. Vooral met, nou ja, natuurlijk niet, niet met die... Met die kwestie van die ijsbaden, zal ik maar zeggen, behalve dan op de terugweg. Want je denkt altijd weer, hoe naïef kan een mens toch zijn? Ik dacht dat de drukke dagen tegenwoordig dinsdag en donderdag waren. En dus ik dacht, 3 uur klaar, vrijdagmiddag, ik lekker naar huis toe. Dan doe je er weer 1,5 uur over om thuis te komen. Dat vind ik wel vrij vervelend. Ja. En ik heb altijd diep meelemmen. Mij overkomt dat natuurlijk incidenteel, dat begrijp je. Je zult daar toch elke dag staan op die A10, op die gruwelijke A10. Hè? Je zult toch elke dag een klein eindje moeten lopen in die van toeristen vergeven stad. Dat is toch verschrikkelijk. Hè? Het is alsof je tussen laag, traag trekkende dieren op de Afrikaanse savanne terecht bent gekomen. Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Dus ja, daar heb ik me wel over opgewonden. Maar het meest natuurlijk nog wel in verband met Felix Meritjes. Ja. Mag ik het nog 1 keer aanstippen? Als u een conferentie wil houden, hou hem niet in Amsterdam. Doe niets waarbij men een grote groep van mensen naar Amsterdam moet. Dat kunt u die mensen niet aandoen. U veroorzaakt hartinfarcten. U veroorzaakt verkeersongelukken. U moet het gewoon niet doen. Hè? Heb je nog gehoord dat ze op het ministerie behoorlijk zenuwachtig zijn geworden vanwege die podcast die wij maandag gemaakt hebben? Wat hebben we misdaan dan? Nou ja, we hadden Dennis Wiersma natuurlijk, die had je behoorlijk heftig aangepakt. Nou ja, ik had gezegd dat het me niet waarschijnlijk leek dat het probleem opgelost was doordat hij zegt dat het opgelost is. Nee, en hij had een karakterdefect. Ja, ik leek mij dat hij wel last heeft van een karakterdefect. Dat het weer gebeurt? Aangezien het niet incidenteel, want je weet net hoe het met deze dingen gaat. Eerst wordt dat gezegd, ja, het is een incidentje, dat kan gebeuren. Mannen slecht geslapen, weet ik veel wat er aan de hand is. Zijn banaan viel niet goed 's ochtends. Nee, dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Hij was en als Kamerlid, en als staatssecretaris, en als minister
was hij bij herhaling in dezelfde fout vervallen. Want er werd ook op de tv. Ik liet ze zien hoeveel mensen er dan uitgeschakeld waren geraakt. Die kregen dan een kruisje er doorheen. Dat was vrij indrukwekkend. Het was een heel hier leger van publiciteitsagenten was getroffen door overspannenheid enzovoort. Dus ja, ik dacht, het is een karakterdefect. Ja, maar Nicole zei, dus de organisator van dat congres, dat hij daar ook heel vervelend was bij dat congres. Dat hij binnenkwam en zei, zo, ik wil nu het podium op. Terwijl iemand anders op het podium stond. Kijk, dus ik zou zeggen, dat bewijst allemaal door mijn stelling in feite. Wat ze daarvan op het ministerie van denken, moeten ze zelf weten. Ik neem aan dat ze op het ministerie ook last van hem hebben. En ze waren apart gekomen, de minister en de medewerkers. Ik weet niet of dat ook daarmee te maken heeft. Geen idee, misschien mochten ze niet meer rijden in de officiële limousine. Ja, of ze willen het niet. Dat ze denken, zo meteen flipt hij uit. Ja, dat zou ook nog kunnen. Dus ja, nee, ik had geen spijt van mijn woorden. Het lid was een pure karakterologische analyse. Wat ik ooit heb gemerkt van mensen die al snel opgewonden raken en dan enorm lastig worden, dat meestal heel lastig te bestrijden valt. Ja. Ja, maar goed, als je mij in een auto zet en je laat me er anderhalf uur over doen. Ik kan er bar slecht tegen. En dan die. Want dat is in de. Als je nou in Amsterdam nog het indruk had dat er over nagedacht was. Dat er een soort systeem in zit. Maar dat is niet zo. Het is volgens mij alleen een rommeltje. Iemand zei ook dat de taxichauffeurs in opstand waren gekomen. Nou, daar heb ik alle begrip van de wereld voor. Leven de taxichauffeurs. De organisatie zei wel dat ze je redelijk blij weer in de taxi terug hadden gezet. Tenminste, die indruk hadden ze. Nou ja, ik waarschijnlijk leefde ik nog in de illusie dat ik iets sneller terug zou kunnen komen. Maar dat lukt ook helemaal niet. Nee. En wat vind je dat dat zegt, dus dat het ministerie dan zo in de war is door zo'n podcast? Ze kunnen toch wel wat kritiek hebben? Nou, ik vind dat heel raar. Ik ben geen Kamerlid, ik ben geen Eerste Kamerlid, ik ben geen Tweede Kamerlid. Ik heb geen enkele officiële positie. Ik ben hoogbejaard. Ik lees voortdurend dat ik zo beschimmeld ben dat het nog een wonder is dat ik überhaupt nog woorden uit de mond kan krijgen. Zeg toch ook, ik krijg geen doodsbedreiging en ze denken dat ik al dood ben. Ja, precies. En dat hadden ze ook een keer. Vond ik ook vrij sterk. Eerlijk gezegd. Ja, dus ik begrijp niet waar ze er druk over maken. Ik neem aan dat ze, ja. Dat geldt natuurlijk voor heel veel kritiek die laten we zeggen, zachtdragers van welke aard dan ook in de media krijgen. Daar moet je natuurlijk ook weer niet al te veel van aantrekken. Behalve als een goede reden is om je iets van aan te trekken. En ik heb de indruk dat waarschijnlijk verklaart waarom men zich zorgen maakt op het ministerie. Dat wij de hond die eigenlijk, de slapende hond die geleidelijk weer in slaap was geraakt nadat hij een tijdje wakker was geweest. Dat wij misschien daardoor de slapende hond weer wakker hadden gemaakt. Dat zou kunnen. Maar zo'n man wordt er natuurlijk iedere keer weer aan herinnerd. Ja, dat is het probleem. Als je natuurlijk, en dat is een van de problemen natuurlijk in het tijdperk van de televisie. De televisie heeft het ongekende talent om incidentele gebeurtenissen. En dit waren geen incidentele gebeurtenissen. Maar om dergelijke gebeurtenissen vers te houden. Want je hoeft het maar even te laten zien. En dan met zo'n leuk Q-kaartje erbij, waarbij je al die mensen met zo'n ruitengroot kruisje er doorheen voorbij zag komen. En ja, dit kan natuurlijk nog wel even aanhouden. Ja. Zal hem niet meevallen, denk ik, om beheerst te blijven over de komende 3 jaar. Dan iemand die het opneemt voor Dennis Wiersma. Niemands karakter is perfect. Dat Wiersma erkent dat hij werkt aan zijn woedeuitbarsting is te prijzen. En ik geloof dat we iedereen moeten ondersteunen wanneer ze ongewenst gedrag willen veranderen. Belachelijk maken is contraproductief. Daar moeten jullie mee stoppen. Ja, ik begrijp dat wel. Dat is ethisch wel het verantwoorde standpunt. Tegelijkertijd wordt er wel veel van ons gevraagd. Want eerst zijn we dus ingrijpend, structureel, welbewust verkeerd voorgelegd. Namelijk, het waren maar incidenten. Het was niet zo erg. En niemand had natuurlijk de moeite genomen eens even te kijken hoe het in de afgelopen jaren was geweest. En toen bleek natuurlijk al heel snel, het waren helemaal geen incidenten. Het was een structurele zaak. We hadden het er straks over, al die poppetjes waar dan een rood kruisje erheen moest en zo. Kom op, we worden eerst voorgelogen en belazerd, niet waar? En dan blijkt dat het heel anders in elkaar zit. En zodoende hebben we nu wel misschien een beetje flauwe manier van aanpak, maar de andere kant is ook niet heilig in dit opzicht. Hoe verdienstelijk ook die voornemens mogen zijn.
Nou, luister in ieder geval ook onze aflevering over de grondwet. Daar krijgen we in onze mailbox veel reacties op. Die gaan we in de volgende aflevering allemaal behandelen. Heb je de aflevering gemist? Check hem. Hij staat nu voor je klaar in de show notes. Investeer niet in Amsterdam. Een kutstad die op zijn retour is. De Sovjet-Unie heeft in feite aan het oostfront de Duitse Weermacht verslagen. Het Russische geweld door de jaren heen. En hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. 2 uur lang College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Komt er nou eigenlijk nog wel een crisis? Daarover hoor je meer in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.